Misschien kun je je de gymlessen op de basisschool nog herinneren. Je had een klimrek, de ringen en de bok, waar je lang voor in de rij moest staan. Maar dat was toen. Tegenwoordig gaan de gymlessen volledig anders. Wat is er nou zo vernieuwend aan deze manier van bewegen voor kinderen? Nou, om te beginnen beweegt iedereen. Je ziet alle kinderen actief zijn en vroeger in een gymles stond je ook veel stil en te wachten totdat je aan de gang kon gaan. Nu mag iedereen op zijn eigen niveau en op zijn eigen manier aan een gymles deelnemen. Nou, kijk maar hoe dat hier gaat. Prettig is dat het tegenwoordig ook wetenschappelijk is onderbouwd. Dat we weten dat kinderen op deze manier leren bewegen. Dus niet de leerkracht die vertelt hoe je iets moet doen, maar ze mogen het zelf ontdekken. Dat ze zelf mogen ervaren hoe die beweging tot stand komt. Exact, ja. Okay. En er zijn ook totaal geen uitvallers. Iedereen mag het doen. Er is niemand die naar je kijkt en zegt dit is verkeerd. Het wordt verder ook niet beoordeeld? Nee, niet in de zin van dat iets een bepaalde norm heeft. Meer in de zin van of jij je grenzen ontdekt. Dat is wat we onderzoeken. Dus je zou kunnen zeggen dat de gymlessen verbeterd zijn in tegenstelling tot vroeger? Nogal. Okay. Het ziet er wel echt heel bewegelijk en met plezier uit. Frank, ik zou zeggen, ga je gang. Mag probeer het eens. Go! Klimmen! Ik eerst. Oh, de koning! Tijdens de gymles is apenkooien het populairst. Freerunnen en apenkooien lijken erg veel op elkaar. Het ziet er echt heel anders uit dan wat wij hadden, joh. Ik kan me een zandbak herinneren, wat klimrekken en wat knikkerpotjes waar ik mijn nek over brak met dit. Ja, en je moet je voorstellen, het schoolplein is misschien wel de belangrijkste plek waar kinderen bewegen. Dus wij willen heel graag een brug slaan tussen de gymzaal en het schoolplein. Ja. Zodat ze hier kunnen toepassen wat ze in de gymles hebben geleerd. Of zelfs dat we hier gymlessen geven op het schoolplein, zodat ze weten wat ze daar kunnen. Ja, ontzettend speels zijn ze. Ik zou er wel op willen, hoor. Franke. Mag die weer? Ga je gang weer. Ja, hey. Hoi. Soepel. Ja. Ik zie hier allemaal bollen en vlakken. Vertel eens, vanuit welke gedachte is dit nou ontwikkeld? Nou, wij kijken als ontwikkelaar van schoolpleinen heel sterk van hoe krijg je kinderen in beweging en wat houdt ze bezig. En zodoende hebben we parcours freerunning. Dat is iets wat ze al heel veel doen en leuk vinden. Ja, laten we dat op een schoolplein neerzetten. En dan ook met de gedachte om met In Beweging Samen de gymles binnen te geven. Daarna de gymles buiten op het schoolplein. Waardoor ze dus eigenlijk geprikkeld worden om in hun eigen tijd ook te gaan bewegen. En niet omdat het moet, maar omdat het heel erg leuk is. Nou, op deze manier hoef je niet meer op turnen. Pauze wordt de leukste les. Kijk voor meer informatie op wistjedat.tv.